In een opmerkelijke zet heeft Rachel, de moeder van Roxanne, een foto gedeeld op Instagram waar ze te zien is met Nick van Delft, de voormalige vriend van Roxanne. Dit heeft geleid tot kritiek van Yvonne Coldeweijer, die beweert dat Rachel opnieuw probeert haar dochter pijn te doen. De situatie wordt door velen als triest bestempeld. Nick van Delft deelde de foto op zijn eigen Instagram-account met een veelzeggende tekst, onvoorwaardelijk in het verleden en gelukkig nog steeds tot in het heden. Dit werd vervolgens ook door Rachel gedeeld. Yvonne Coldeweijer reageerde verontwaardigd op deze actie en noemde het triest. Ze beschuldigde Rachel en Nick ervan om samen te spannen tegen Roxanne en haar een mes in de rug te steken. Roxanne en Nick hadden een relatie van 5 jaar, die in 2016 eindigde toen Roxanne besloot om de relatie te beëindigen. Roxanne verklaarde destijds dat ze merkte dat ze mentaal enorm groeide en dat ze niet meer op dezelfde golflengte zaten. Het was geen verwijt naar Nick, maar ze voelde zich gewoon niet meer bij elkaar passen. Roxanne vond later geluk in haar relatie met Erik Swennes, met wie ze sinds 2017 verloofd is. Roxanne benadrukte destijds dat ze de relatie met Nick niet verbrak vanwege Erik, maar omdat ze voor zichzelf koos. Erik gaf haar onbewust inzicht dat ze niet op haar plek zat. Hoewel ze Nick al lang kende en ze samen waren uit gewoonte, wilde ze zichzelf geen pijn meer doen. Ze wenste Nick alle geluk, behalve met haar. Ondertussen is er al lange tijd een conflict tussen Rachel en Roxanne, maar recentelijk is het stil geworden rondom de erfenisstrijd. Volgens Evert Santegoets kan dit wijzen op een mogelijke schikking. Hij vermoedt dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een oplossing. Echter, hij gelooft niet dat dit het einde zal betekenen van de ruzie tussen moeder en dochter. Hij denkt dat de verhouding tussen hen vertroebeld zal blijven, zo niet voor de rest van hun leven.